Ja, hallo en leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe video van Chris en Olivier en natuurlijk de rest, zoals gewoonlijk. Nou, doe alvast een blauw duimpje omhoog en abonneren zal helemaal geweldig zijn. Nou, ik ben vandaag weer terug in, terug bij de Connecterra. Of zoals we tegenwoordig ook wel noemen, Ter Hills. Nou, een beetje saai naar, maar goed. Als zij het zo willen noemen, dat is prima. Nou, vandaag ga ik dus weer de drie heuvels beklimmen waarvan ik dus ook van de winter was. Heel erg gaaf. En het is nu ook gelukkig iets rustiger als laatst. Want toen ik op laatst was, waren er best wel wat mensen. En ja, dat kan soms best wel vervelend zijn. En dat gaan we dan vandaag doen. Het is vandaag ook mijn laatste dag voor mijn vakantie. Dus we gaan nog heel veel andere mooie reizen maken dit jaar. Althans, ik hoop. Maar goed, we gaan gewoon zien of dat doorgaat. In ieder geval ga ik nog even lekker van mijn laatste dag genieten. Dus wat ik wel gelijk merk en ook hoor is dat er hier heel erg veel veldkrekels actief zijn. Veldkrekels zijn vrij grote forse krekels, ongeveer 2,5-3 centimeter groot. Ongeveer zo groot. En die maken natuurlijk nu geluid om zo'n vrouwtje aan te trekken. Ze zitten een beetje in een beetje hoog gras, zoals hier zeg maar. En ze zitten ook vlak voor een holletje zeg maar. Bij de eerste geringste beweging of neiging dat ze denken van hey, hier is iets niet aan de hand. Gaan ze gelijk zeg maar terug een holletje in. Het zijn hele slimme diertjes zeg maar, want ze zijn nooit ver van een holletje te vinden zeg maar, de mannetjes. Vrouwtjes daarentegen, die trekken een beetje rond. En zodra ze zeg maar, dat mannetje de hol aantrekkelijk genoeg vinden, hoe heet het, dan komen ze als het ware erin zeg maar. Dus ik heb zelfs gezien, vorig jaar heb ik gezien bij National Park de Mijnweg en voor de allereerste keer in de Maasduinen. Heel erg mooi, prachtmooi geluid maken ze ook. Zo te zien zitten hier best wat blauwtjes in het gebied. Tenminste, ik zag er net twee. Eén kleine en één vrij grote. Tenminste, ik heb nog nooit zo'n grote blauwtje gezien. Dus dat was best wel gaaf. Het probleem alleen is dat, net zoals heel veel andere vlindersoorten, zoals het oranje tipje, zitten ze niet zo snel stil. En vliegen ze nogal gauw weg. Dus een close-up maken was ook vrij lastig. Want iedere keer als ik dan weer dichtbij kwam, vloog je weer weg. Maar goed, dat hoort er helaas bij. Je kan het natuurlijk het beestje niet dwingen. Nou, sommige soorten willen juist een beetje opvallen, andere soorten juist helemaal niet, zoals deze. Prachtige mooie camouflage. Ik was ook bijna voorbij gelopen, maar toen dacht ik toch van er is toch net iets helemaal in orde. En toen bleek het dus een prachtige mooie nachtvlinder te zijn. Heel erg mooi, prachtig. Zo, we nemen hier gelijk gaan we de eerste heuvel op. Dat is deze. Laatste keer deed ik deze heuvel als laatst. Maar nu doe ik hem gelijk als eerst, omdat dit volgens mij de hoogste is. Tenminste, dat denk ik. Wat het gebied zeg maar ook zo leuk maakt, tenminste vind ik, is dat het is vrij afwisselend qua bomen ook en qua habitat een beetje. Kortom, veel afwisselingen qua bomen zeg maar. En weet je, op een of andere manier doet het me ook een klein beetje denken aan Sicilië dit. Ik weet niet waarom, maar... het heeft iets weg van Sicilië, vind ik. Ook een beetje misschien de grond. Maar goed, dit is natuurlijk geen vulkaan, maar het heeft er iets van weg, vind ik. Nou, om te beginnen, geen modderpaden gelukkig. Thank you.
Dus ondertussen komen we een mooi grote insect tegen. Dit is een driehoek eendagsvlieg, als ik het goed heb. Vanwege zijn, de manier hoe hij op zijn vleugels een beetje sluit. Het is een van de grootste eendagsvliegen die je in Nederland en België kan vinden. Hij is met name het beste te zien in mei ook een beetje. Het is een hele mooie soort. Ik heb hem best wel vaak gezien ook in Renen. Dus om hem hier te zien is best wel mooi. Prachtig. Ja, hier hebben we nog een stuk. Vind ik soms wel leuk van de hills. Is dat, dan loop je hier langs een pad en heb je alleen maar bomen. En dan heb je hier zo'n kale plek. En dan kan je wel eventjes, zo genieten van de view, zeg maar. Van dit prachtige mooie stuk. En het is ook hartstikke mooi, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. Groot stukje meer. Ik ben nog zelf altijd nieuwsgierig of er iets in zou zwemmen. Maar ja, je mag hier niet vissen. Tenminste, jij mag maar met de vergunning. Dus er zal je wel iets zitten. Maar wat? Dat is nog maar de vraag. Zo, voor ons hebben wij nog twee overgeheuvels die ik opga. En dat zal een flinke klim worden. We moeten nog wel even een stukje hier zo om het meer heen lopen. En dan kunnen we daar dus omhoog. Zo, we gaan nu de tweede heuvel op. Helaas heb ik net niet genoeg tijd om ook nog de derde op te gaan. Maar goed, dat is dan jammer. Maar om er sowieso twee op geweest te zijn, dat is wel prima. Nou, nog even bij mijn zijne. Het is al echt een stuk steiler dan ik had gedacht. Dus misschien is het ook maar goed dat ik het bij twee heuvels hou. Daarboven dan hebben we een heel mooi uitzicht. Kijk eens eventjes wat mooi. Prachtig zeg. Hier kijken we uit over die zee van bomen hier. Zo mooi. We gaan weer welke naar beneden. Nou, gelukkig vind ik naar beneden gaan is altijd iets makkelijker als naar boven gaan. Ik had verwacht dat er een zonnetje een beetje bij zou zijn. Omdat toen ik hier aankwam, scheen de zon. Maar goed, helaas is dat niet het geval. Maar goed, het is gelukkig wel lekker rustig hier. En dat vind ik vooral zelf ook vrij belangrijk. Als een natuurwandelaar en een natuurliefhebber en you name it. Het dingetje vind ik vaak soms is met mensen en zeker ook vooral hier. Dit is een vrij populaire plek bij heel veel mensen. En ook met name tijdens de vakantiedagen. Ik was hier van de winter. Man, wat was het stevig stuk. Overal mensen, constant. Moest ik ook wachten totdat er mensen weggingen. Omdat ik anders gewoon geen filmpje of een foto kon maken. Want stonden ze ervoor, je ontmoet gelukkig ook wel leuke mensen. Of minder leuke mensen. Hangt er een beetje vanaf van de tijd. Dus Maar goed. Het is gelukkig lekker rustig. Maar je hoort er niet over klagen. Dan zei ik net dat er geen modderpaden waren. Maar het is toch nog wel een klein beetje glibberig hier. Dus ik moet constant van kant wisselen. Omdat ik niet wil dat ik uitglij. Uitglijden op zo'n hoge heuvel is niet heel erg fijn. Het is me één keer bijna overkomen. En ik ga een beetje in een rustig tempeltje naar beneden. Maar dit is wel vrij interessant. In deze plas water op deze weg zit een stelletje salamanders hier. En als ik het goed heb, dan gaat hem. Zijn het alpenwater salamanders. En dit is volgens mij een kleine water salamander. Een zwanger vrouwtje.
Het is een vrouwtje te zien, een zwanger vrouwtje. Heel erg mooi. Ik heb de kleine watersalmonden best wel vaak gezien ook. Maar grappig dat ze deze poel dan ook dus deelt met een open watersalmonder. En dat we zo te zien dus een mannetje. Die is wat meer naar de diepe van de plas gegaan. Maar deze plassen zijn dus vrij ook belangrijk dus voor deze diertjes. Weet je ook, ik weet niet of geelbuikvuurpadden hier voorkomen, maar het zou wel een ideale plek voor ze zijn hier. Deze poel zitten ze blijkbaar ook. Zag je ook hier en daar net wat bewegingen. Zag ik ook alpenwatersalamander. Maar poeltjes is helaas alleen net iets te ondiep om de alpenwatersalamander goed vast te leggen hier. Bovendien schieten ze ook vrij snel in de stress. En dat wil ik niet hebben, dus ik laat ze lekker met rust. Dan gaan we naar, gaan we verder. Wow, zo de knetter, hé, daar zitten er twee. Maar echt een heel groot vrouwtje ook. Als ik heel rustig ben, kan ik ze misschien heel rustig filmen. Echt super gaaf. Gewoon een heel mooi gezicht ook. Maar wat me vooral verbaasde is hoe groot dat vrouwtje was. Het vrouwtje was volgens mij gewoon twee keer zo groot als het mannetje. Je zou bijna denken dat het een vrouwelijke kamsalamander is, maar dat sla ik dan toch maar een beetje uit. Maar man, ze was huge. En dat mannetje waakte dan ook een beetje zo over haar van ze is van mij. Tenminste, zo zag het er echt uit. Supermooi gezicht. Maar het gaafste vond ik vooral is dat het zich in de plas afspeelde. Dat nog niet eens 15 centimeter diep was. Misschien nog niet eens 10. Kortom, supermooi gezicht.